alleen al nu van de plaats groeit het haar wat beter dan bij je broer. Anders zit het nooit door de war. Pas alleen sommige neus te midden te groeten, dan weet ik dat het een ander is. Nikkel Sies is ook niet. Tessie, ik heb nog wat adviezen meegekregen van broer Lief. Nee, laat je niet buiten horen. Dat mag ik even zeggen. Zo, ga je zomaar een schilder aan de stek. Ferry Razenberg. Ferry onder het motto van oude liefde, de Roeskooi, toch weer aan de stek. Ja. Je hebt voorbereiding gedaan in de minibar. Alleen in de minibar, ja. Daar heb je geen keer goed voorbereid. Ja, niet op het fietsen, maar wel op andere dingen. Ja, ja. Dat is de disco weer geweest. Wil je ook mee aan de mistelverkiezingen in oktober? Kapitein staat. Ja, misschien. Misschien, ja. De jury is dan al uit de kritisch kunnen zijn. Ja, dat kost er een moeite gespaard. Heb jij plan om alleen in de aanval te gaan? Dan helpt het natuurlijk. Oh ja, dat is voor de triathlon. En daar heb je de voorrem. Dus ik zet het maar even op. Ja, dus ik bovendien kun je ook ergens anders gebruiken als je onderweg een grote coach kan doen. Ik zou spreken, ik ga straks allemaal even proberen eraf te krijgen. Zo, Erik door van de tijden. Nou, net gezegd, steppen is me goed afgegaan, want dat weet ik eigenlijk goed in die tijd. En schaatsen, dat ging me ook nog beter af, maar ik wil vandaag toch proberen om die beide mannen ook nog bij te kennen. Want er waren beide zeiden tegen mij, ik ken volgens mij niet meer mee. Ik zeg, nou, om jou bij te houden, doe ik niet meer te trainen. Dat kost ook nog wel. Maar wat is er nou hier met deze buis gebeurd? Die heeft een andere kleur. Heb je er iets tussen gezet? Ik zal het eens gaan vertellen. Ik heb het zo druk dat ik aan het grondveren, maar ik kon vanmorgen niet meer afmaken. Want was ik bang dat het ook vast plakte. Zo. Jan van Tetering, hier bij de koplopers. Jan van Tetering probeert hier weg te komen. Ga je
proberen hier snelheid te maken. Pak hier de heren toe te brengen. Dan ga je niet hard genoeg. Ze rijden hard genoeg. Met wie heb ik het genoegen? Jacques Hornings. Jacques Hornings. En Jacques rijden volgend jaar ook mee met deze wedstrijd. Om die prachtige Willem de Ridder te aanlopen is. Ja, ja, ja. Oh, die Frank van Tetering. Blijft hier aanklampen. Hij zegt, maar goed, dat is zo'n lekker zacht bagage dragen die heb. Mr. Battle Leader, won't
Dat moet dan goed opletten, dan willen die zien gaan. Morgen moeten we dat apparaat hebben. Als je toevallig achterin zit, dan zie je het niet. Nee. 60 maar rijdt er rijden 20 weg. Ja, dan zie je het niet. Vanny, even door, Krien de Wit. Ik ga erop vangen, hè? Nee, we doen wel aan het zoeken. Nee, ik ga hem het zoeken. Ja, maar daar komen we slecht aan. Ron Bouts en Kees Dan. Ron Bouts gaat niet mee, zeker? Ja, dan moet je op zo de midden. Hallo. Drie, twee, één, weg! Links over, hè? Kom op, jongens. Dan krijgen we weg in de kraan. Tientje komt, jongens. Tegenliggers, houd er erg, hè? Ja, die gaan platen. Ja, alles om elkaar. 5, 4, 3, 2, 1, start! Goed, goed. Wat is er nou? Daar hoor ik niet bij. Oh, ik hoor daar ook veel rust. Jackson was dat de queen of rockabilly die later nog wel country en gospel ging zingen met A Whole Lot of Shaking Going On. In Chambéry is dus de Pool Joachim Halupchok wereldkampioen geworden bij de amateurs en dat voor twee Fransen, Eric Pichon en Christophe Manin. Slechts één Belg reed de wedstrijd uit, Johan Verstrepen. Na de aankomst sprak Luc van Langen over met hem. Johan Verstrepen, één Belg rijdt het wereldkampioenschap uit, vijf geven op en jij bent degene die het tot het eind volhoudt. Had je dat zelf verwacht? Nee, dat had ik zeker niet verwacht. Hè.
kreeg ik 12 minuten voor mijn rondje. Ja. Een hele snelle ronde. Ja, ik ook alles. Ja, als het gaat. Een groot rondje. Ja, allemaal de zaak een beetje voor de gek dan houden van wel ja, ik dacht een rondje zo door de bossen. Nee, dat doe ik niet langer. Ja, dat doe ik niet langer. Dat is 22. Janssens. En hoeveel ga jij worden? Niet. Met leuk om mee te doen, hè? Ja, hè? Want hier staat de pot voor jou, hè? Professioneel, hè? Een dametje, hè? En een witte meisje. Volhouden, hoor. En hier hebben we, ik denk, hij mag het zelf zeggen. Hoe heet die? Isa Vergoon. Goal, hè? Valentini, hè? Ja. Goed getraind, denk ik, hè? Ja. Nee. Jawel. Stiekem goed getraind. Stiekem goed getraind. Eindig kort vandaag, Isa. En hier hebben we de man in het rood, wit en blauw. Kampioen van Nederland. Hoe is de naam van de kampioen van Nederland? Dat is Van Duren. Van Duren. En wanneer ben je kampioen geworden? Dat wordt hij nu. Kijk, die heeft zijn lef, die deur om te vertellen. En die gaat uitrijden. Goed gedaan. En hier hebben we Lars. Lars Hotjes. Wist er mee? Vorig jaar was je tweede? Achtste. Oh, was de fiets te groot? Ja. Vorig jaar was de fiets te groot en nou... Nou niet meer, hè? Nou is prima. Dan auto binnen gaat die keer, mate. Denk er maar. Hotjes schilder werken. En hier hebben we? Evert. Een andere naam is? Schalk. Evert Schalk. En die rijdt voor de firma? Creatief Line. We zullen jou in de gaten houden. En hier hebben we? De volgende deelnemer, ik weet die? Patrick. Patrick. Circuit. Patrick. Patrick. Elmer. Waar is die tweeling? Delmer. Daalmer. Ja. Dus eigenlijk vooral dan. Dat is de bedoeling, hè? Kort geknipt kapsel, dat zijn die mannen, dat zijn die sportmannen, hè? Vier en hier hebben we er een, die was vorig jaar ook vierde, vijfde. Negende. En vandaag? Dat weet ik. Denk wel kort. Nee. Wie denkt dat er gaat winnen? Ben jij daar? Dat zou niet weten. Wie denkt, wijs je met de hand dat je denkt, nou dat die. Dan weten wij, Lars, daar gaan we allemaal achter. Lars hangen wel. Dat doet het niet. Achter wie ga ik hangen, hè? Nee, weet niet achter wie ga ik hangen. Hebben we nog meer, ja? We hebben voor deze. En je Duitsland. Hè, dat is niet zo leuk, hè? Goed luisteren. En doe het. En we zijn weg. 4 rondes. En we hebben ze aan de start. En we hebben dat veranderd. We hebben de honden gestopt. Kijk eens aan een mooie stijl. Keurig. Laat rondjes. En dan komt Ferry Hetti van Oosterhout aan. Op tweede plaats. En die heeft Sjaas Rokke. En die is de jongste in deze categorie. Ook in de regio houden. Die is 11 jaar. En die hebben nummer 47, dat is een klein mannetje, maar dapper. En dat is... Kom er niet op. 44, 43. Maarten Leijten. Patrick Dame. De kampioen is in een probleem, jongens. Hier hebben het meisje, nummer 34. Dat is de Belkenplanke van Gerwe. Ik krijg nou de bel, denk ik. De laatste ronde.
Die terug gepakt door die andere mannen. Hij is toch weg in de dik. Van Meel, nummer 44 is Baart de Luiten. En nummer 43 is onze vriend Patrick Daan uit Geert van den Berg. En hier heeft nummer 40 die dat jaren heeft, die grote zet te pakken. Die terug gaat komen bij die drie. Ook zo mooi vanuit die kopje. Vraag hier, kijk wat hier gaat gebeuren. Nog één ronde jongens, nog één ronde. Nog één ronde. Otjes die reclame maakt voor het schilderbedrijf Otjes. Kijk. Keurig gedaan. Ferdy van Oosterhout, een applaus voor Ferdy van Oosterhout. De tweede plaats. Oma Ferdy, oma. Alsjeblieft, proficiat. De lijn dan houden. Keurig gedaan. Kijk, had je wel gedacht? Ja, dat zeker. Je moet uitgaan dat je iets kent aan schaat niet. Hè? Hoe vond het parcours? Was het beter als vorig jaar of slechter? Ja, nou ging het wel makkelijker als vorig jaar. Hoe komt dat? Ja. Waren de stenen lagen beter, denk ik? Ja, dat ook. Stenen leggen veel beter. Die hebben ze pas eruit gehaald en allemaal mooi precies glad weggelegd nou. En dat is wel makkelijk. Dat is een heel stuk. Wat denk je? Ga je nou, vind je het nou leuk om mee te doen? Doe je alleen maar de ronde van treinen mee? Of ga je nog wel eens ergens anders fietsen met het misschien in de toekomst? Ja, ik alleen in Wagenberg. En dan is carrière voor ongeveer voorbij. Dat is jammer. Als je nou een beetje talent hebt met jij, dan zou je toch eigenlijk misschien nog wel een paar centjes kennen met de muur, hè? Ja, dat vind ik niet zo. Dat is jammer. Uiteindelijk zoeken wij graag mannetjes die graag een beetje verder willen gaan in de wielersport. En dan sta je ook niet meer, daar heb jij geen zin in. Jij gaat verder in het schildersvak dan. Nee, dat ook niet. Hoe kan niet? Waarom niet? Ja, dat is helemaal niks. Heerlijk. Hartstikke mooi. En wat is wel wat, hè? Ronde mist. Ja. Ronde mist bijvoorbeeld, ja. Dat is beter, hè? Ik zal jouw fietsjes aanpakken, dan kan je eens goed aan de gang gaan, hè? Maar het is toch wel wat, hoor. Winnaar van de ronde van het rijden, en dan staat er zoiets voor een neus. Wat denk je dan, Noeike? Ja, die mag wel zijn. Is de eerste keer dat je kusje versiert, of is alles mee gebeurd? Ja, dat is alles mee gebeurd. Dus dat is niks nieuws voor jou. Zal ik maar aan de gang gaan? Doe maar. Hé, hey, gaan we opletten hoor, kijken hoor. Dat kan je goed, Otjes. Dan gaan we een eerrondje maken. De mis bedankt. En namens ons allemaal, proficiat met de overwinning. En ik hoop dat je van gedachten verandert, ja? Dat je niet gaat schilderen is niet erg, dat je niet gaat vuurrennen wel. Krijgen we de volgende ploeg, de verdende eigenlijk. Aan de start, en die moeten we vrij snel loslaten, 20 minuten hebben we ervoor. Dus... Ik ga even een kijkje maken naar Scherp. Rosenburg. How are you today? Great. How are you? Oh, very fine. Terug weer in Nederland, Bob. Waarom zo lang naar Amerika? Ja, je moet af en toe zo lang proberen. En, ja, goed weer, telt ook mij. En straks weer naar Australië? Ja, over 3,5 week gaan we naar Australië. Je bent een wereldreiziger. Ja, dat is wel nog goed. Goed naar mijn zin zo. En dan val je af en toe zo eens op de klep hier in te rijden? Ja, dat is ook ontzettend leuk. Ja, fantastisch. We gaan het wel met jou meemaken. Ton Akkermans, vorig jaar hier de winnaar. Gisteren tweede, als ik het allemaal goed heb gehoord, achter Anton Tak in de ronde van Oud-Vossemeer. Hier worden geen rode kruiswagens op het parcours verwacht. Dus we hopen dat het hier vandaag allemaal netjes gaat verlopen.
Jos van Ginneken staat hier uit Etten-Leur. Jos, ik heb een tijdje jou niet meer in het peloton gezien. Nee, ik zat in militaire dienst en daar ben ik nu vanavond, dus dan kan ik weer een beetje beginnen te fietsen. Ben je afgezwaaid? Afgekeurd. Dus de belasting zal verlaagd worden binnenkort? Zeker wel. Juist. Ja, als je hard kunt fietsen word je afgekeurd in het leger, dan moet je namelijk hard kunnen lopen. Overal komen ze een bijna tegen, maar omdat straks geen Hier op zoek naar de derde groep in achterwaartse richting. Jongen, jongen, jongen. 21 renners nog in koers en de mannen zitten er helemaal doorheen. De Rabobank ter Heide, Café Ducommer Center Heide, Nico Razenberg voor alle pakket. We gaan door routine. Dat je nog een keer doet een. Groepen met Rudy van Blimmer, met Rini 60 hier als laatste van de meute. Die hadden nog twee ronden te doen. Rustig aan, van Blim. Rustig aan, hè. Ik ga hier het groepje krijgen, alsjeblieft. Ga ervoor rijden. Ronde. Met de zaak in twee gevallen, dames en heren. Bob Razenberg met Pierre van Esten, als ik het goed heb gezien. Ja, Pierre van Esten en Bob Razenberg. Laatste ronde. René Prins gaat afstappen. René wordt de 19e. Laatste ronde dus voor Bob Razenberg en Pierre van Esten. Laatste ronde ook voor Ton Akkermans en Arie Overbeke. Laatste ronde. Laatste ronde dus. Jongen, jongen, jongen. Wat een finale. Wat een ontknoping. Bob Razenberg aan de leiding daar vertrokken. De Hoogstraat in. Hij komt er ook van hier ook. Hè. Laatste ronde ook voor dit kwartier. Laatste ronde. Eerste 13 mannen zijn voorbij. Dat betekent dat we het afspunten krijgen voor de
19e plaats, top 16. 15e wordt Hubkoppen, 16e wordt Puntje Borus. Dan krijgen we Kramer uit Sliedrecht. En dan krijgen we Jacques Brouwers uit Teveringen. En die is ook vrij stuk. Daar komt de voorrail. Met de Stolakkermans op de derde steek. En de lopenteken als vierde man. Klopt graag mee, ik zorg hier voor een geweldig feest. Nou, hier door voor. Goed blijven, hè, Wim. Mooi, dus. De zevende plaats voor Jan Verschuren. Achtste plaats voor Jan van Steen. Negende plaats voor Rini Sestik. De tiende plaats voor Anton van der Steen. Elfde Robert van Kappel. Twaalfde René Binnenboog. Dertiende wordt Rini van Vlimmeren. Het is afgeroteerd, de renners zijn binnen de 31. Zo, dan ga je even met Bob Razenberg bijpraten. Bob, we hebben regelmatig een bericht over de plas gekregen. Dat je daar weer uitstekend had gepresteerd in weer een zonder open wedstrijd met profs en amateurs. Je hebt regelmatig daarvan je doen spreken. Ja, ik heb in Amerika 6 koersen gewonnen. Dus niet slecht gegaan. Niet slecht gegaan, dan kom je met een goede vorm hier naartoe. Veel grote wedstrijden die je daar gereden hebt? Nou, ik krijg wel korte criteria. De criteria zijn dan maar 40, 50 kilometer. Dus wat dat betreft zijn ze hier natuurlijk twee gewonnen. Ja, en ook nog grote wedstrijden? Ja, enkele etappenkoers, maar geen niet van klassiekers. En een van die etappenkoers heb je dacht ik ook van de beste kant laten zien? Ja, ik heb een etappenkoers gewonnen in San Jose en ik was tweede in etappenkoers in Reno. En dat zijn wedstrijden met profs en amateurs samen? Ja, ook wedstrijden. Dat is heel mooi resultaat. 6 gewonnen, dit is de 7e? De 8e. Achterdal, dat is niet te geloven. En dan voor eigen publiek winnen, vorig jaar zat het er niet in. Dus dat iedereen naar jouw achterwiel wil kijken, nu vandaag wel toegeslagen. En de pekvogel, die had van tevoren al wat krachten gesloopt bij jou. Ja, we waren eerst met de kopgroep B. Ik denk dat het de slag was geweest, maar toen reed ik lekker. Ik heb 2 keer mijn fiets moeten wisselen. En gelukkig hebben we ze nog teruggepakt. Ik ben ontzettend blij vandaag. We hebben het elk jaar al proberen te winnen. Vandaag staan het gelukt. Voor de eerste keer in je carrière? Ja, dat is papenbroer gewonnen, dus daar kan je ook niet meer over zeuren. Zo, dat is duidelijke taal. Ja, zo moet je afrekenen met die vaders. We gaan Pierre van Este ook terugvragen voor de huldiging. Pierre, als je even deze richting uit wil komen, hier is te doen. Ton Akkermans, Ton vorig jaar gewonnen en je maakt er vandaag ook weer een goede indruk. Ja, het ging wel goed, alleen ik denk dat ik te gek heb gedaan in het begin. Dus een fles van het kort. Laatst kwam je al kort en toen zei je dus die mannen van de Wielerveen Roza zijn met 2 man, laat die het maar opknappen. Ja, volgende week die pakten ze ons in, dus ja, ik wil absoluut aan maar doen. Zo is het en zo is het allemaal duidelijk gegaan. Kan naar Pierre van Este, fijn uit al bewezen, goede vorm te zijn. Leidersprijsje was een verhaal apart, dan ga je met Bob Razenberg een keer mee. De plaatselijke favoriet die gebrand is op de zegen, wat dan? Nou, Arie die zat een beetje dood, weet je, dus ja, Bob die deed maar eerder, dus ik moest er aan klaar. Ja, Bob is nou helemaal rapper als mij zie. Ja, en je kon hem niet van je afschudden? Nee, dat kon niet meer. Dat het best al gegeven in de strijd voor de leidersprijs. Ja, ik moest er eerst naartoe rijden, want Bob was zelf een 30-40 meter op het terzij. Dus ik kon toen net aanpikken, want hij stond met z'n 3 eigenlijk stil. Ik, Tony en Arie, ja, toen kon ik net bij Bob komen. En dan rijd je natuurlijk voor de tweede plek. Want als ik maken maar zijn dingen dan hoor ik misschien 3. En dan was 4 dus. Dan ben ik 2. Nu ben je 2, tevreden daarmee? Ja, maar anders. Wat moet je anders, zegt hij. Dus we gaan hier even een bos bloemen laten overhandigen, dames en heren. Aan de winnaar van de wedstrijd, aan Bob Razenberg. Mooie bloemen komen eraan. Winnaar voor eigen publiek 1, 2, 3. Dat is fantastisch. Dan gaan we naar de tweede plaats. Pierre van Est. Edith gaat in de aanval. Ja, ja. Niet te geloven. Dan gaan we naar de derde plaats. De derde plaats dus voor Ton Akkermans. Bob, dan moet jij dit even vasthouden, want jij was zo onder de indruk van de rondemis. Je zegt, die zou graag namens alle wielersupporters willen bedanken voor haar voortreffelijke optreden. Edith is dit, die heeft het goed gedaan. Bob, ga haar bedanken op jouw manier. Hartstikke bedankt, hè.
Zo, in twee. Hop. Fantastisch. Leuk is dat, dames en heren. Renners bedanken de mis. En de mis bedankt de renners. Gaat het bijstaan, Edith? Gaat het bijstaan? Ja, ja. Zo wordt het plaatje mooi. Nu mag het applaus opklinken voor de drie beste amateurs hierin te rijden. Bob Razenberg, Pierre Van Es, Ton Akkermans. Hier staan ze. Uitslag hebt u voor mij gekregen, dames en heren. Donderdag kermisronde in Roosendaal. Dan hoop ik u allemaal weer graag terug te zien. Of bij een daarop volgende gelegenheid, waar dan ook ter wereld. Het geluid werd vandaag verzorgd door de firma Bax uit Oosterhout. Dat schrijft hier het CKX in de Verdingstraat in Oosterhout. Gevestigd, beste geluid. En dat is vandaag weer gebleken. Dames en heren, we hopen dat u ervan genoten hebt. We gaan eruit met muziek en de werkploeg gaat verzamelen. De werkploeg gaat verzamelen. We gaan de handen uit de mouwen steken. En wens iedereen straks nog veel plezier hier in het feestelijke te rijden. Waar de overwinning van de plaatselijke zoon uiteraard wordt gevierd. Dames en heren, tot dan. Arrivederci. Er zit niks meer in. Ja. Ja, ik ben nog niet weg, hè? Nee. Mijn favoriete liggen achter dit. Nou, ga ik tegen. Dit was dus het einde van een grandioos, subliem wielerweekend in Ter Heide. Dank u voor de komst en tot volgend jaar. Dat is niet zo. 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 Dat is niet zo.
lekker, nog echt lekker. Wat lekker. Ik heb er vier denk ik doen, joh. Ja. Dan nog een kleur, dan nog een kleur. Over een poekje. Ja, spreken. Ja, en zo en. Even zo, hoor. Maar wat maakt niet uit. Meekan is geen daar. Die zit ertussen. Je moet eigenlijk een ander shirt hebben. Dus lekker. Meer herkenbaar als Meekan is geen. Goed boy genomen, man. Hey. Hey. Oh, oh, oh. En nou die hebben we gaan heel jaar heel jaar gaan zien. Kom je? Ook bij. Hey, hey, pootje. Wat gaan we allemaal doen? Jij bent de hele eerste wedstrijd. Kom maar. Als jij goed gaat, kunnen we dus niet. Maar dan beneden tegen de dat is toch allemaal hierbij. Ga je een keer kijken. Ja, ik ga het wel druk hebben met de. Ja, ik heb drie minuten gemaakt. Ik ben hier mooi tijd. Ja, hier wel twee mooi tijd. Ja, maar hij had dat graag gehaakt. We weten dat jullie druk hebben. Ja, ik heb een foto. Hij heeft een desje, hè? Ja, dat is zo, hè? Nee, maar ik heb een rondje weg, hoor. Kijk nou, mooi. Ja, wat moet ik doen? Ik wil op jou het doen.